Dames en heren, welkom hier op de gloednieuwe vlog. Mijn naam is Iedereen. Jawel, ik zit nu vandaag dus in Hengeloof. Jawel, dus ik ga weer al even mijn longjes ook testen voor heel lang onder water te blijven. Dus ja, vergeet al geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken, dan blijf je nieuws op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, video of een livestream is. En nu ben ik mij heel snel aan het omkleden natuurlijk. Kijk, mijn zwembroek. Wauw. Hup. Hup. Jeppatee. Maar nu. Ah, dat is sweet. Tadaa. Benaam. Hoho. Dat is goed. Voilà, sir. Nu kan ik gaan zwemmen. Dus ik zie jullie zelfs allemaal na de zwembadtijd. Want ik heb nog geen koproger onder water. Gedaan met zwemmen. Poging 2 voor op te nemen, want de eerste poging is er wel mislukt. Ze zijn hier van alles weer aan het gooien, je ziet het. Zelfs steken ze hier iets van alles van onderin. Oeh. Ik ga even een beeld, want jullie moeten iets niet zien. Ah wel, ik ga hier al even de dingen zeggen. Zeg het. De min- en een pluspunt. De minpunten zijn het grote zwembad, het water. Die was niet verwarmd. Die was totaal niet verwarmd. En het is gelijk de wildwaterbaan. Oké, jullie hebben het heel mooi opgelost met het grijs. Voor dat daarover te doen. Maar er zijn nog heel veel blauwe plekken waar ik ook zie. Dus van de vorige wildwaterbaan, noem maar op. En dat was dus, ja, dat is eigenlijk niet echt hygiënisch. Dan zijn er ook nog heel veel roestplekken, nog op verschillende plaatsen. Door Stream Rides, dus Ruben, of Ruben, of hoe die ook nog juist noemt. Die ook naar kermissen en al gaat. Die is ook hier komen zwemmen en die heeft dan heel veel reviews hier neergelegd. Holy shit. Nu, even weer naar de andere kant. Dus die hier hebben, dus, heeft hier een hele mooie review neergelegd. Ik ben bijna aan, ja. Dus, hop. Ik doe nog alleen nog mijn broek. En dan nog mijn schoenen, mensen. Dus qua hygiëne is het hier echt, moet je niet naar hier komen. Dat is het echt slecht. Echt zeer, zeer, zeer slecht. Oh. Nu, mijn kousen nog vinden. 1. En 2. Voilà. Want kousen doe ik zelfs pas aan. Mijn schoenen nog nemen. Voilà, sa. Hier ben ik weer. Voilà, sa. Voilà. Dus, de pluspunten. Zijn. Het personeel is hier wel vriendelijk, dat wel, maar de glijbanen, zoals de gele en de blauwe, marcheren na 3 weken nog altijd niet. Kom aan, herstel. Dan waren er ook nog heel veel roestplekken op bepaalde plaatsen in het zwembad. Waar ze wel hebben aangepakt zijn, wel hier die stenen die hier loslagen in het zwembad. Daar hebben ze wel goed opgelost. Maar voor de rest is er nog veel werk aan de winkel. Voor dit hier echt open te houden. Echt nog heel veel werk aan de winkel. Dus veel succes. Mennekes. Jawel. Ik ben met een paar kameraadjes van mij gaan zwemmen. Het was leuk, het was tof. Maar daar stopt het niet mee. Nu hebben ze mij nog meegevraagd voor naar de McQueen. Oh.
En zoiets doe ik niet graag, dat weten jullie, hè, kijkers. Zoiets doe ik niet graag! Echt. Ja, dus, nu ga ik jullie misschien nog wel iets beter horen. Dus de minpunten en de pluspunten van, zeg het... ik mag niet de verkeerde pintnaam noemen, of anders geef ik een review aan de verkeerde pint. Hengeloef, dacht ik dat was? Ja, het was Hengeloef, ja. Even kijken. Ik heb hier een papiertje. Ja, voilà. Daar ben ik dus naartoe gegaan. Hengeloef, voilà. Dus Extreme Rides is er ook geweest en ik heb naar zijn review gekeken en al, dat was echt een geweldige review. Echt waar, heel goed gedaan. Ik heb naar die minpunten ook gekeken. Ze hebben het aangepakt. Ze hebben het aangepakt. Dus gelijk het plafond, waar hij heeft ook gezegd van dat is niet goed en al. Ah wel, dat is aangepakt. Wat momenteel nog altijd niet werkt, dat is de... waterglijbanen, de gele en de blauwe. Als ik me niet goed vergis, of de groene. Ik weet niet juist. Maar ik weet wel dat er een gele erbij is, sowieso. Was er dan ook nog kapot? De bubbelbanen, dus waar je ook zo geld moet insteken. Die zijn ook al een redelijke lange tijd ook al defect. Dus ik vraag me af, wanneer gaan ze daar eens een wijk van maken om dat te herstellen? Ik weet het niet. Dan, qua douches, gelegenheid is het ook maar beperkt, want er is een hele reeks van douches die niet werken. En ja, dus voor u te verschonen, en dan moet je echt heel veel geduld hebben voor, eens even kijken wie hier stopt. Soms ben ik zelfs wel eens nieuwsgierig. Oké. Dus, wacht, hè. Wat is er dan ook nog minpunt? Dat de deuren van de sauna's niet 100% meer sluiten. Dus doe daar ook iets aan. Dus dat die altijd ergens zo'n kleine kierken hebben, waardoor dat koude lucht toch nog in die sauna toch nog geraakt. Dus dan heb je niet de echte 100% belevenheid van een sauna. Dan bij de wildwaterbaan, dus zo gelijk het grijs en al, dat is heel mooi afgeweid. Maar, op heel veel plaatsen, echt waar, op heel veel plaatsen, ik ben niet in de buitenzwembad geweest, wel op die wildwaterbaan. In die wildwaterbaan, echt waar. Jullie werken me nog maar met twee pompen. Ik weet waarom. Omwille voor dat er mensen in paniek raken wanneer dat ze in die ene hele snelle moeten komen. Ik vind dat juist wel op de zand en al. Dus dat mag wel eens goed extreem staan voor mij. Maar ja, het stond maar op twee krachten. En dan dat grijs wat ze hebben bewerkt. Daar is blauw terug door aan het komen. Dus los dat alstublieft ook op. En bijvoorbeeld ook de kleerkasten. Daar is aan de ene gele kant, kunt je gewoon je hand volledig eronder insteken. Daar is geen computerken om een kast vrij te krijgen om, ja, om je spullen weg te zetten. Er zijn geloof ik maar drie momenteel die in werking zijn. Vorige keer was het maar twee, nu al drie. Dus ze hebben daar ook al een verbetering in gebruikt. Dus ze zijn wel op een goede weg. Maar het kan nog altijd beter. Dan ga ik ook naar de voedsel. Spotgoedkoop, dat moet ik wel eerlijk toegeven. Bepaalde dingen zijn ook weer al heel duur. Zoals friet stoofvlees groot voor €5,90. Dat haal je nog niet eens uit in een frituur. Nee. Maar, jammer, het staat wel op het menu. Maar dat is er niet. Dan, nog een minpunt is dat ze maar met twee mensen dan maar werken aan die catering. Waardoor dat de wachttijd heel, heel lang kan oplopen. Dus, Hengeloef,
Het is niet om jullie af te breken of zo. Het zijn gewoon de negativiteitpunten wat ik jullie geef, waar jullie ook kunnen aan werken. Dan, qua wifi-verbruik van Hengeloof is echt top, top, top. Dus daar is een hele goede verbinding en al, dus daar ben ik ook heel blij om. De kleedkamers, die zijn, de kleedhokjes, die zijn ook sava. De tegels die loslagen in het zwembadcomplex zelf, die zijn allemaal ook al heraangepakt en die liggen ook allemaal nu terug goed vast. Top, goed gedaan. Zijn er dan nog minpunten wat ik nog kan aanhalen? Ja, het grote zwembadcomplex. Vorige keer dat ik ging zwemmen, was het ook zo van die hele hoge temperaturen buiten. Toen was het water verwarmd. Waarom nu niet? Het water was ontzettend, ontzettend ijskoud. Jammer genoeg. Vorige keer was die verwarmd. Zo gelijk, de wildwaterbaan water is verwarmd. De buitenzwembad water is verwarmd. Wat was er dan nog verwarmd? De bubbelbaden die je bij de saunas hebt staan, die waren ook verwarmd. En voor de rest, ja, was er niks verwarming. Het was koud water. Voilà. Allee. De plafond en al, wat ook Extreme Rides heeft ook aangehaald, dat is aangepakt. Goed bezig. Dus de volgende keer kom ik terug. Probeer alsjeblieft die twee glijbanen, die daar al echt letterlijk weken en een stuk al uit liggen, te herstellen. Want iedereen vraagt ernaar van, wanneer gaat die twee waterglijbanen ook terug open. Niemand weet het. De wisselstukken blijven weg blijkbaar. Komen niet. Dus hoe lang dat dan nog gaat gesloten blijven. Kom, dat weet niemand niet. Ik hoop niet meer te lang. Voilà. Wat ik dan wel dan vind is bijvoorbeeld, kijk. Doet het dan ook van jullie tarief af. Dus jullie hebben twee glijbanen die al niet werken. De bubbelbaden die als je bij de wildwaterbaan uitkomt, die werken daar ook niet, die groene baden. Ja, dus voor de rest was daar alles in werking. En ik vind het ook wel jammer dat eigenlijk die zonne-dingen, waar je ook zo kunt zonnebaden, dat dat ook volledig foochie is. Hoe of wat, hoe dat daar komt, ik weet het niet. Ik weet het totaal, totaal niet. Voilà. Dit was even de review over Hengeloof. Wat ik nu nog ga doen, dat is mij nog rustig bezighouden. Zou ik dus mee naar de McQueen gaan? Heb je daar goesting in? Eigenlijk niet. Omwille van discotheken, dat is niks. Eigenlijk niks voor mij. Maar ik wil Beertje ook wel dan een plezier doen. Ja, nu weet ik met wie dat ik ga. Sorry. Dus ja, met haar ga ik dan. En dan met iemand anders er. Dus ik ga de naam niet noemen. Ga ik ermee daar naartoe. En dan ga ik wel eens kijken als het iets is voor mij. Ja of nee. Of al ga ik gewoon dan te voor terug naar huis toe. Want mijn queen is toch niet zo ver gelegen van hier. Denk ik. Denk ik, hè. Stel je voor, jawel, je moet 4 uur wandelen. Ja, oké, okay, dan ben ik wel pas morgens vroeg hier terug thuis. En dan kan ik ook wel beter wachten tot hun naar huis gaan. Hè. Voilà. Allee, ik zie jullie nog straks of zo nog terug. Yo, yo, yo. Nu had ik alle moed bijeengerapen om naar de McQueen te gaan. Maar ja, ten deze kan niet... Ik kan er niet binnen geraken, omdat ik al gediscrimineerd word op voorhand. Ik vind dat al gewoon niet kunnen. De mensen die een lage inkomen hebben, een lagere klasse zijn, die worden gewoon continu buitengestoten bij de discotheken. Waarom? Omwille van dat ze met dresscodes werken. Zo gelijk, je moet je dan deftig aandoen, je moet geen training aandoen. Ik heb hier alleen maar trainingsbroeken
En dan ook nog zo van die schoenen. Ik heb alleen maar loopschoenen. En dan zeggen ze dat je ook deftige schoenen moet aandoen. Oké, okay, geef me dan alsjeblieft. Dat is kortikken eens €300 voor deftige schoenen te kunnen kopen. Voordat ik eens met jullie eens binnen kan geraken. Ik vind dat echt heel erg. Ik vind dat echt, echt, echt erg. Dat het zo allemaal moet lopen. Echt waar, mensen. Met die dresscodes en al. Ah! Ik ben er kapot van. Echt waar. Nu wou ik eens haar eens ook eens een plezier doen. Nu wou ik eens zeggen van nu ben ik hier dan ook weer zo s'avonds eens thuis weg en al. En dan kan ik mijn plezier hebben. Maar het wordt dan weer al in het water gegooid omwille van de dresscodes. Ik vind dat gewoon kut, hè. Dat ik gewoon op veel plaatsen nog altijd mijn rug tegen de muur wordt aangeplakt. Of aangeduwd. Of hoe die zegswijze ook is. Omdat ik dan niet ook die leuke momenten wat andere mensen wel kunnen doen, mee samen te kunnen beleven. Is dat erg als er eens iemand met een trainingsbroek komt feesten? Is dat erg als ik met loopschoenen kom feesten? Kom. Ik vind dat gewoon erg. Ik vind dat gewoon erg. Voilà. Sorry als ik even dit nu ook weer al heb geklaagd. Nu over een discotheek. Wat is er nu dus uit de bus gekomen? Ik en iemand anders. Dus ik ga geen namen noemen. We gaan voor dinsdag dus een jeans, een nep jeans kijken in de kringloopwinkel ofwel in de Primark. En als er iets zo aanstaat bij mij en die persoon zegt ook van, oh, dat staat u wel, dan is het verkocht. Eenmaal, tweemaal verkocht. Want ik wil ook wel ergens mee naartoe gaan waar ze een dresscode hebben. En die dresscode kan ik jammer genoeg niet volgen deze keer. Waarom niet? Omdat ik geen jeansbroeken heb. Voilà. En dan gaan we kijken voor, dus voor nep jeans. Dus dat mag wel ook nog. En dan zeg ik sowieso één, een korte broek kopen. En twee, een lange broek. En die leg ik dan ook volledig, maar ook echt volledig aan de kant. En dan alleen maar bij gelegenheden gaan we die dus dan bovenhalen en doe je die dan ook aan. Dus, ik heb ook ja, een paar vrienden ook gevraagd van, kijk, kunnen ze daar wel iets moeilijk om doen voor mij daar binnen te laten, dat ik alleen maar een jeansbroek aan heb en loopschoenen en dan wel van boven wel een klein beetje deftige kleren aan? Nee. Mijn toegang wordt dus volledig, maar ook volledig geweigerd. En dat vind ik een klein beetje jammer. Maar ja, dus dinsdag ga ik dus naar de kringloopwinkel toe. Of de Primark. En daar gaat dus dan iemand mee. En de volgende keer sleurt hij of zij mij mee naar iets heel leuks. En dan kan ik misschien ook wel leuke content daarvan maken. Misschien, wie weet, hè mensen, wie weet. Dus dan niet direct zeggen van, jawel, 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 dat gaat heel mooi content zijn en al. Ik weet het niet, ik weet het niet. En ik ga je ook één ding zeggen, ik heb dat nog nooit in mijn leven gedaan. Allee, ik zou zeggen, bijna. Het was er nog zo ver af dat ik het wel één keer al heb gedaan in de Versus in Hasselt. Maar ja, mocht er niet binnen, omwille van dat ik loopschoenen aan had. Ik zeg tegen de meneer van, ja, ik heb het geld niet om deftige schoenen te kunnen kopen. Mag ik alsjeblieft binnen? Nee, sorry, dat is onze dresscode. Je mag er niet binnen. En dan, ja, dan zag je daar heel schoon. Zag je al heel dicht al bij die voordeur. Dat je daar echt pauw voor. Dan mocht ik toch naar huis gaan.
En dit wil ik in mijn leven eigenlijk niet meer meemaken. Dus zo gelijk ook, als ik nu bijvoorbeeld naar een discotheek of zo wil gaan of zo, dan lees ik ook eerst hun reglement. En als er iets in staat wat mij wat moeilijkheden brengt, dan bel ik ook eerst naar Ginder toe om de vraag van, kijk, de situatie zit zo in elkaar. Kunnen jullie daar geen uitzondering voor maken, ja of nee? Maar ze konden het dus niet doen. Dus, een paar maatjes van mij, die gaan nu plezier maken. En ik zit hier weer al thuis, tussen mijn vier muren. En ik wil weigeren. Zeg, en waarom heb ik eigenlijk mijn luchtmatras terug opgepompt? Want er blijft toch niemand slapen. Weet je wat? Kijk, hè. 3. Wacht, eens even kijken als die luisken wel open is. Ja, die luisken is open. 3, 2, 1. Wacht, hè. 3, 2, 1. Go! Wow! Voilà. Ik lig tegen de grond. Auw. Dus nu is het weer al tijd om deze luchtmatras weer al op te ruimen. Yippie-ki-yay. Ah ja! Fuck. Goed dat mijn computer ook nog aanstaat. Ik ga nu ook al het trivia time erboven halen. Het is bijna trivia time als een kabel wilt meewerken. Voilà. Kabelke wilt meewerken. Trivia time. Maar ik weet niet meer de juiste welke vragen. Ik ga eens even kijken. Ik ben al heel snel aan het kijken. Ah ja, dus alle antwoorden van mijn trivia vragen vind je altijd terug op www.psychotv.be. Dat even tezijde. Eens even kijken. Want er moet normaal gezien nog eentje ingepland zijn. Ja, die komt om. Dus mijn vlog komt om 8 uur online. En dan op mijn website komen de antwoorden pas om 8 uur online. Dus de vlog om 7, 19 uur. En de antwoorden om 20 uur. Op mijn website www.psychotv.be. Dus we zitten al in vlog, dus 1607. De volgende vragen zijn, ik ga dat dus op deze beeldscherm doen. Oké. Vraag 1. Welke taal spreekt men in Oostenrijk? Welke taal spreekt men in Oostenrijk? Vraag 2. Boah, ik doe dat zo, soms zo wat leutige dingetjes erin tussen. En dan, jawel. En een vraagje aan jullie. Dus dat is geen trivia vraag. Een vraagje aan jullie. En dan ga ik wel verder met vraag nummer 2. Hieronder komen ook al die vragen te staan. Dus vraag 1, vraag 2, vraag 3. En dan daar achter dus de volledige vraag. Bijvoorbeeld welke taal spreekt men in Oostenrijk. Komt dat ook duidelijk voor jullie ook in beeld? Dat is ook nog eens de vraag, want ik zie daar echt heel veel tijd in om dit hier allemaal onderaan in het beeld allemaal mooi zichtbaar te maken en al. En dat het ook voor jullie ook leuker is, bijvoorbeeld als ik een verspreking of zo heb, dat dan toch nog wel de vraag nog altijd te goed staat in beeld. Want een quizmaster, die kan ook wel eens vergissen, bijvoorbeeld. Stel dat ik begon met schrijf, welke taal spreekt men in Duitsland? Welke taal spreekt men... Ah nee, het is Oostenrijk. En dan staat hier ook onderaan dan de vraag dan ook weer al heel goed. Oké? Dan gaan we helemaal opnieuw beginnen. En hier beginnen we dan met de trivia time! Dum-dum! Oké, vraag 1.
Welke taal spreekt men in Oostenrijk? Ik herhaal. Welke taal spreekt men in Oostenrijk? Vraag 2. Welke verhalen van A.A. Milne en E.H. Scheppard, dus daarom dat ook die vraag hier nu onderaan de beeld staat, hieronder zaten die twee namen te goed geschreven, leverden een wereldberoemd beertje op. Welke verhalen van A.A. Milne en E.H. Scheppard leverden een wereldberoemd beertje op? Denk eens goed na, mensen. Denk daar eens goed over na. Welk beroemde beertje? Ja, jullie zullen wel verschieten. Vraag 3. Welk gebouw is de meest bekende ruïne van Billon? Welk gebouw is de meest bekende ruïne van Billon? Dat ben ik ook wel eens benieuwd. Oké. Vraag 4. Hoe heet het kleine vissenvriendje van Ariel? Vraag 5. Van welk dierlijk product is Australië de grootste producent? Dat was dus vraag 5. Vraag 6. We zitten dan nu al op de helft. Vraag 6. Hoe heet een uit de kluiten gewassen Lego-blok? Oké. Vraag 7. In welke stad komt je schip aan wanneer je naar het Vrijheidsbeeld van Amerika vaart? Dus de stad, hè? Oké. Vraag 8. Wie levert Dumbo af bij mevrouw Jumbo? Oké. Vraag 9 al. In welke eeuw speelt het verhaal van Pocahontas? Nu was ik even aan het kijken ook. Ik ga even nu een pauzemoment, dus dat was vraag 9. Ik ga nu even een kabel kunnen halen. En dan ga ik verder doen met de trivia. Meestal ligt mijn kabelje altijd op mijn slaapkamer. Ja, natuurlijk mijn gsm op te laden. Maar nu, deze keer ligt die daar niet. Dan zal ik maar de witte kabel kunnen nemen. Voilà, de witte kabel. Voilà, ik heb hem al. En dan kan ik die subiet gaan insteken met 9 van de 10 kansen. Hè. Ik heb het gevoel, voilà, hier is mijn zwarte kabel. Dat die heel dichtbij lag. Heel dichtbij. Voilà, zo. Dan gaan we over naar vraag 10. Welk gewas is zowat heilig voor velen midden-Amerikaanse Indianen? Welk gewas
is zowat heilig voor vele Midden-Amerikaanse Indianen. Yeah. Doe de Indianendans. Oh, nu krijg je daar weer zoveel goed zingen om dat eens voor te zingen voor jullie. Jawel, ik ga het maar ook maar eens doen, hè. De M-kist nog eens erboven halen als het sneller wilt gaan. Ik heb het toch hier. Voilà. M-kit. En dan was het zo. Doet de funky monkey. Nee, de Indianendans. Juist. Hier is hij, de Indianendans. Oh, maar daar is geen lyrics. Oké, wacht dan, hè. Eens even kijken als ik daar eentje van vind. Want daar wil ik wel echt eens mee zingen, hè. YouTube. Daar vind ik toch echt alles op, hè. Dan M-kids. Indianen. Dans. Songteksten. Eens even kijken. Nee. Wacht, hè. M-kids, Indianentans, lyrics. Oh, altijd die reclame, altijd. Ja, wat een man. Zit daar? Nee, daar zit ook geen lyrics bij. Vind ik wel een klein beetje altijd jammer. Oké, okay, weet je wat? Ik ga proberen na te zingen. Dus, het is nu zo'n clipje bezig, kijk maar. Tanden aanpoetsen. Wat? Ah ja, de Indianendans is op televisie. De Indianendans. Oké, okay, here we go! Woo! Dit is een dans uit de state. Indianendans. Iedereen doet die dag nog steeds. Indianendans. Dan dansen ze op een rij, Indianendans. Doe maar mee en schrinken dichterbij. En jij, doe die dans. Dit is echt ideaal, Indianendans. Iedereen zit tot een paal, Indianendans. Wat je kom reist, Indianendans. Doe maar mee en schrijf wat dichterbij. En jij, doe die dans. Noot je en de Indiaan. Dansen op de deur en het licht van de maan. Doe die dans. Dans. Dat is een keer zo gedoofd, Indianendans. Dat is op een rij, Indianendans. Doe maar mee en schrijf wat dichterbij. Yeah. En jij, doe die dans. 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 Voelt je en wil de Indiaan. Dansen op de tuur in de licht van de maan.
Indianendans. 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 In me en schuif wat dichterbij. En jij, doe die dans. Dankjewel, dames en heren. Dankjewel, 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 dankjewel. Dan gaan we terug door met de vragen. Vraag 11. Bij welke paardjes hebben de mannetjes een buidel waaruit de jongen kruipt? Bij welke paardjes hebben de mannetjes een buidel waaruit de jongen kruipt? Oké. En dan de laatste vraag, not least. In welke denksport In welke denksport met torens en lopers worden de allerbeste grootmeesters genoemd? Ik herhaal. In welke denksport met torens en lopers worden de allerbeste grootmeesters genoemd? Voilà. Dit was dus Trivia Time. Dit was mijn vlog voor vandaag. Ik hoop dat jullie hebben daarvan genoten. Met mijn zangtalent en al. En Trivia Time. En een review in mijn vlog en allemaal. Ja, wat allemaal in één vlog. Ben ik niet goed bezig, dames en heren? Nee, nog niet. Moet nog altijd wel beter. Maar het komt nog. Jawel, ik ga ook nog proberen kijken voor een waterdichte camera. En dan is alles af. Jawel. Ik zie het weer al helemaal zitten, hè, mensen. Ik zie het gewoon helemaal weer al zitten. Oké. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder aan niet te abonneren op mijn kanaal. Abonneer. En vergeet ook niet op mijn belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe livestream is. Video. Of een nieuwe vlog online komt. Normaal gezien om 19 uur. En dan zie ik jullie weer al morgen terug. Nu ga ik deze beelden al in elkaar steken. Daar heb ik ook wel even de tijd voor nodig. En dan ga ik weer al wat series kijken. En dan zit de dag er weer al op. Op. Alles is. Nee, Dimi. Jawel. Als er een lyrics is, hè. Op. Alles is op. Was dat? Oh my god. Is er ook een ja. Oh my god. Hé, hey, waar is de chocolade? Op, alles is op. En waar is de limonade? Op, alles is op. En maar waar zijn de koekjes dan? Op, alles is op. Geen pannenkoek meer in de pan. Op, alles is op. Ik ben het even naar kinderen aan het sturen. Ik hoop dat jullie het nu ietsjes beter horen. Kijk eens onder tafel, wie heeft zich daar nu verstopt? Het is meneer Spaghetti, hij heeft zich nu veel gepropt. Hij is nu een beetje ziekjes, en dat is normaal als je zo smult. Hij heeft buikpijn in zijn buikje, maar dat is zijn eigen schuld. Hé, hey, waar is de chocolade? Op, alles is op. Hé, hey, waar is de limonade? Op, alles is op. Maar waar zijn de koekjes dan? Op, alles is op. Geen pannenkoek meer in de pan. Op, alles is op. Hé, hey, waar is de chocolade? Op, alles is op. En waar is de limonade? Op, alles is op. Waar zijn de koekjes dan? Op, alles is op. Mijn pannenkoek meer in de pan. Op, alles is op. Oh yeah, come on. Hé, waar is de chocolade? Op, alles is op. En waar is de limonade? Op, alles is op.
Maar waar zijn de koekjes dan? Op, alles is op geen pannenkoek meer in de pan. Op, alles is op